A whole new world. We zijn hier op een andere plek. Geen mist hier, maar wel plezier. Oké, ik zal het ophouden. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we door een wat een blip momentje gegaan. En zijn we uiteindelijk uitgekomen op een nieuwe wereld, oftewel een andere continent. We zijn dus helemaal de zee overgestoken en nou kunnen we dus eindelijk gaan ontzoeken wat we hier kunnen vinden. Sowieso is er weer een Chocograph te vinden die we dus zeg maar hier weer kunnen vinden, wat natuurlijk helemaal awesome en geweldig is. Maar ook een soort van nieuwe encounters. Nou hopen we dat er al gelijk eentje tegen gaan komen. Zal fijn zijn. Ja, we hebben de sterkere goblin. We zijn goblins al tegengekomen eerder. Eigenlijk de eerste vijand die we tegenkwamen. Maar we zijn ze nog niet echt zeg maar, tegengekomen waarvan je zegt van... Nou, wat een gevaarlijke vijand. Nou, op zich is hij niet echt heel erg gevaarlijk. Maar ja, hij gebruikt dus zeg maar magische spreuken. Maar we kunnen weer iets van hem leren, namelijk de Goblin Punch. Dus daarvoor wil ik toch eventjes weer eventjes vragen om zijn Coke Ability eventjes te gebruiken. Terwijl dat hij Vanish probeert. Vanish hebben wij zelf ook geleerd. Volgens mij kun je twee aanvallen van deze leren. Zowel Vanish als Goblin Punch. Weet ik niet zeker. Kan ik mis hebben. Omdat ik Vanish altijd op dit punt al geleerd heb. Dus hebben we hier... De Deurie. Nou weet je wat, dan doen wij heel eventjes Cura, die wij dus ondertussen geleerd hebben. En het probleem is, hij is ondrinkbaar, dus we kunnen hem nou niet raken. Dus wat nou het nadeel is, is ik moet nou een vuuraanval of iets van een aanval erop doen. Maar dan ben ik bang dat ik hem per ongeluk... Fire! Nadeel is, Vanish is altijd heel erg vervelend. Want normaal gesproken gebruik ik altijd de mage om dus zeg maar te kijken van, kan ik misschien wel aanvallen? Nou, Fire deed gelukkig maar 35 schade. Dus het was genoeg. Ik heb Garnet. Ik ga Zelda ook al eventjes vragen. Nee, we hebben Goblin Punch. Het was nog maar 35 HP nodig, maar we hebben het in ieder geval geleerd. En dat is heel erg belangrijk. En nou ben ik heel blij aan eindje. Yay! Nou had ik een paar vragen zeg maar, van de kijkers weer gekregen. Eentje die was recentelijk erachter gekomen dat na 3 jaar ik nog steeds bezig ben. Eigenlijk al na 8 jaar, maar dat maakt niet uit. Ja, mijn kanaal blijft gewoon doorgaan omdat ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. En het is niet zo super groeiend, tot ik heel erg snel nieuwe fans bij heb. Maar het groeit en de mensen die ik heb leren kennen, hartstikke gezellig. Dus ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. En jullie vinden het nog steeds leuk om te kijken, dus komt het van twee kanten. Hebben we weer een goblin? Nee, we hebben een oude vogel. Dit knippen we even door. Eigenlijk best wel grappig dat die vogels Griffin heten. Dat ik al gelijk aan Pieter moet denken. Maar goed, buiten dat. Ik had ook de vraag gekregen of ik de gemene stoute blauwe olifant... of ik die de naam kon geven van een smurf. Waarom? Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar ik bedoel, smurfen zijn vriendelijk, lief... hebben altijd zo'n blije jingle erbij. En trouwens, ik wil eigenlijk eerst hier naartoe... want we hebben hier een extra moeras. Wat handig is voor Erwier om... meer kikkers te vangen, wat ons meer items kan geven en wat Erwin hier vele malen sterker maakt. Maar eventjes over die vraag. Er werd toen 2 keer gevraagd of zo van ja, voor de 2e keer. Nogmaals, ik lees alle reacties. Als ik er niet allemaal niet op kan reageren, mijn excuses daarvoor. Ik doe mijn best. En volgens mij is dit een nieuwe vijand. Dit is een raar beest. Ik weet niet of ik daar een eat aanval op kan doen, dus ik wil eigenlijk dat wel gaan proberen. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes een eater gebruiken op de Towler, zodat hij weer zeg maar meer MP heeft. En als hij dan even Tundara kan doen, dan ben ik een heel blij konijntje. Zelda, in een moment graag. Dank je. Dus nee, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, smurven die zijn hartstikke gezellig, lieve beestjes. Waarom zou je die in godsnaam zoveel pijn en kwaad willen doen? Snap ik niet. Oké, dan maar eat. Jij overleeft het, hè? Goed zo. Oké, steel. Mocht het nog nodig zijn. Klinkt wel pijnlijk. Oké, is dit goed genoeg? Oké, we kunnen er niks meer van leren. Jammer. Was te proberen. Maar nee, daarom eigenlijk liever niet. Ik bedoel, serieus. Oké, het is blauw, maar dat wil niet zeggen dat het gelijk een smurf is. Ik bedoel, ik ben geen Gargamel of iets in 3-trend. We leren daar een ability. Ik druk dit snel door. Maar ik ben geen Gargamel. Altijd weer die ellendige smurven. Nee, absoluut niet. Dus, ik wil heel eventjes door mijn equipment heen gaan, want, jij bent al flink daar aan het leren. Wacht eventjes, Sacrifice ben jij nog aan het leren. En die Gladius, die geeft jouw Lucky 7 ook nog eens een keer. Oké, dan moeten we even onthouden. Verder denk ik dat we helemaal goed zitten. Jij bent daar nog flink aan het leren.
Heb jij hieronder... jij kan de Oaksterf ondertussen leren. Waardoor dit stop, bio en drain kan. Stop is een speciale aanval die zorgt ervoor tot je vijand stil kan zetten met een status effect. Waardoor dat hij dus niet meer kan bewegen. Op het moment dat al jouw teammembers hetzelfde lot zijn begaan en dus allemaal de stopstatus hebben, is het instant game over. Dus we even uitkijken. Bio is een poison aanval die dus zeg maar de vijanden kan poisonen en een behoorlijke schade kan doen. En drain is een soort van HP... brenger, waardoor dat jij de HP van de vijand zeg maar naar jezelf brengt. Dus een hele goede aanvallen. We hebben hier alles geleerd en we hebben niet echt een extra equipment waarvan ik zeg van nou, laten we locomotie gaan leren. En hij heeft level up geleerd, dus daarom wil ik hem eigenlijk iets anders gaan geven, zodat iemand anders level up kan leren. Jij hebt level up nog niet geleerd, dus laten we maar gelijk eventjes level uppen en jou die ook even geven. Voor de rest denk ik niet dat ik jou iets nieuws kan geven. Mijn excuses. Nee, ik had gelijk. Nou is het dus zeg maar de optie Optimize. Wat je dus kan gebruiken zeg maar om het beste equipment zeg maar gelijk op, met een klik van een knopje kan gebruiken. Doe maar Ability up. Die heb jij nog wel nodig. Dus dus daar gaan we heel eventjes hier kijken. Ad status heb je op dit moment nog niet nodig. Dus kunnen we Ability up bij jou gooien. Voor de rest. Mijn excuses nogmaals. Zitten we hier wel goed? Even kijken. Heb jij iets nieuws wat ik jou wil leren geven? Iets in die trend? Nope. Je hebt ad status. Ability up is heel erg belangrijk, want er zit hier namelijk ergens een beestje die ik zeker even tegen wil komen. En jou wil ik zeker level up gaan leren, dus geen mens kan uit en level up kan aan. Waardoor dat ze snel level up gaan. En ZP is over de 1000 HP mark heen gegaan op level 20. Geweldig. Nou, hier hebben we weer dezelfde Moogles. Ik snap niet hoe dat ze zo snel kunnen teleporteren. Dat is voor mij nog altijd de vraag. Maar, wat dus voor ons nou de bedoeling is om dus hier te komen. En dan wil Avier, die wil kikkertjes vangen. Nou, het besef van kikkertjes vangen, dat is dus zeg maar tot je dan sterker wordt en gratis items kan krijgen. Avier krijgt dan een sterker equipment en noem het maar op. Dus daarom is het best wel belangrijk om dat te gaan doen. En er zijn dus in totaal 100 kikkers die we moeten verzamelen in dit spel. En dit kan nogal vervelend zijn, geloof mij maar. Hier kun je soms wel eens uren mee bezig zijn omdat die kikkers dezelfde tijd blijven springen en elke landschap is anders. Nou zie je dat bij sommige kikkers dus zeg maar female en male erbij staan. Dat heeft te maken met sommigen die zeggen op het moment dat jij een kikkertje zeg maar achterlaat. Dat is de kikker idee, want deze dat is dan male. Als jij een male en een female achterlaat, tot ze dan zeg maar sneller zouden gaan groeien. Dit klopt wel, dus ik zal het eventjes proberen. En de gouden kikker die zorgt ervoor, niet voor een extra buff of status. Maar op het moment dat jij de gouden kikker zeg maar zou laten staan. Tot er dus zeg maar nog meer kikkers nog sneller zouden spawnen. Dus het is heel erg belangrijk dus om een mannetje en een vrouwtje achter te laten. En 9 van de 10 keer heb je per ongeluk 2 mannetjes of 2 vrouwtjes. Volgens mij is de gouden kikker beide geslachten. Ik zal even kijken. Die laten we gaan. En dan is het dus zeg maar dat we alle groene kikkertjes moeten gaan verzamelen op 1 na. Dan zullen we hier heel erg snel weer kikkertjes verzamelen. Waardoor dat we sneller op de 100 gaan komen. Tenminste, ik ga het proberen. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, we hebben alle kikkers te pakken gekregen en 1 female laten we dan achter met de gouden kikker. Als het goed is, zal de Rie dan hier heel erg snel het vol zetten met kikkers. Tenminste, zover ik ervan weet. Ik weet niet of het echt zo enorm veel verandert. Maar het zorgt wel een beetje voor een versnelling van het proces op het moment dat je dus zeg maar hiermee bezig bent. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, laten we dat maar sowieso doen. Nou, zit hier ook een friendly creature, niet in de swamp, maar in de overworld. En een friendly creature, zoals we weten, die kan een enorme HP boost geven. De ene kant is hier handig, maar aan de andere kant heb ik zoiets van, we kunnen dadelijk wat nieuwe items kopen. Waardoor dat we weer hele nieuwe dingen kunnen leren. Dus is het eigenlijk beter om hem later weer tegen te komen. Dus die wil ik nog heel eventjes bewaren. Dus ja, dan gaan we maar eventjes op zoek naar onze chocobo. Natuurlijk is het ook heel erg handig om even Matra Magic te leren van dat beest. Wat ik helemaal vergeten was. Dus, nou ja. Matra Magic is niet zo'n sterke aanval. Het zorgt ervoor tot... Ja, het klinkt heel erg sterk. Dan kan je het horen. Het zorgt ervoor tot als je dat gebruikt tegen een vijand... dat de vijand minder zou hebben als 10 HP. Dus dat kan variëren van 1 tot 10 HP. Het nadeel is, hij raakt bijna nooit. De kans dat hij aanval raakt is 1 op 100. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat hij überhaupt eigenlijk een keertje raakt. Dus vandaar dat ik zeg dat het echt een waardeloze aanval is. Kwetheid. Nou, we zijn al op een andere continent en dat brengt dus zeg maar bij onze Chocograph tot we dus nu eindelijk een nieuwe plek kunnen vinden.
Deze die is gewoon op het miscontinent, maar daar kunnen we helaas op dit moment nog niet komen. Dit is op ons continent. Dit is op een koud continent, daar kunnen we ook nog niet komen op het moment. En deze die is tot nu toe ook nog niet, zeg maar, voor ons te vinden. We hebben hier dus een verlaten strand. En de verlaten strand die zit dus dichtbij een bos dat aan het sterven is. Nou, als we dus zeg maar hier kijken, dan zien we dus zeg maar heel erg veel bossen die aan het sterven zijn. Maar hier hebben we dus zeg maar een heel groot bos. En als we de camera net een beetje draaien, dan zie je dus dat de foto matcht met wat we hier dus eigenlijk hebben. Nou ja, eigenlijk een beetje de andere kant op. Dus, maakt niet uit. Want vergeet niet, de foto die staat zo. Dus hier zou die moeten zitten en dan krijgen we dus Square met een vraagteken. Dat wil zeggen dat hier een treasure zit en we hebben hem al gelijk gevonden. Dit is heel erg makkelijk natuurlijk te overgaan, omdat je bent niet altijd bezig met de Chocobo Quest. Dus als je het weet is het handig. 9 Phoenix Finions, 5 Phoenix Downs, 12 Peridots, dat zijn die summons, kun je nagaan. En 1 Diamond Cloves voor Leroy of Wilma B. Dus ja, we kunnen ze niet equippen, maar het is altijd handig om die mee te nemen. En ja, ik kan nou wel zeggen dat ik... Weet je waar, we gaan gewoon met de Chocobo eventjes die kant op. Want de Friendly Creature, zoals ik al zei, wil ik nog heel even bewaren voor later. Dus laten we nou maar eventjes naar de locatie toe gaan waar dat we eigenlijk naartoe zouden moeten gaan. Namelijk hier, dit huisje dat balanceert op twee richt... Oké. Waarom ook niet? Kijken of we daar informatie over Kuja kunnen vinden. Want die waren we aan het jagen. Bon appétit. Aparte naam. We zijn allemaal hier gekomen en er is nog steeds geen mist. Dat is helemaal geweldig, Stouwler. Ja, en wat een raar gebouw hier. Is dat een dorp? Wat is dat ding? Misschien is het een tempel of iets. Het ziet er heel erg lekker uit. Misschien kan ik binnen wat eten vinden. Denkt hij alleen aan een raar voedsel? Nou, alles wat jij aan denkt is meisjes. Je hebt gelijk. Mijn gedachte is nou gevuld met de gedachte van jou. Hoi Towler. Awkward. Misschien probeer ik het te hard. Oh. Echt serieus. Nou Towler, echt goeie jongen. Rally ho, rally ho, rally ho. Wat is er met deze gasten? Serieus. Rally ho. Rally wie? Rally ho. Oké, Rallyo. Hé, wacht eventjes. Rallyo. Oh, kom op. Rallyo is onze begonnen. Dus je moet op het moment Rallyo zijn om door te mogen. Als je daar niet kan zijn, dan ga je niet naar binnen komen in het land van de dwergen. Nou, wacht eens even een minuut. Rallyo. Rallyo. Ja, joh. Je mag ver. Oké, jullie zijn nogal raar, weten jullie dat. Maar goed, we hebben dus zeg maar weer ATE, omdat we zitten weer in een dorpje zoals we dat allemaal kennen. Deze mensen zijn zeker anders. Kom terug, je! Ja, het spijt me. Hé, waar denk je aan je toe, hè? Misschien ben je weer aan het rondlopen of zo? Hé, moet je alsjeblieft stoppen met je mee aan te gaan? Hé, jij gaat weg, hè? Pardon, maar waar moet je zo zijn zonder mee? Nee, dat is je boos te zijn. Als je niet had geluisterd, dan had ik wel gewoon dat je terug naar je werk kan. Oké, vrouw, mijn zoon, oké. Lui, waarom is het niet de goede man van mij? Oh, hallo daar. Ik ben je met een weer aan het rollen of zo? Pardon, maar geef me groetjes aan een ander, oké? Groetjes aan een andere? Gee whiz. De mensen hier zijn nog niet eens bang voor mij. Dat is apart. Ja, de reden waarom dat ik ze eigenlijk met een boerenaccent heb, is omdat ze praten heel erg oud, plat, raar Engels. En aangezien dat we alles Nederlands vertalen, dacht ik dat ik ze een beetje een burenaccent zou geven. Dus ik hoop dat boerenaccent een beetje goed is. Als het niet zo is en ik beledig een paar mensen, ben excuses voor jullie absoluut. Jullie assen mensen zou ik nooit willen beledigen. Dus mocht het beledigend zijn, mijn excuses. Ik probeer het zo entertainend mogelijk te maken. Oké, nieuwe ATE. Wat hebben we hier? Evier wordt beschuldigd. Oh god, wat heeft hij nou weer uitgesproken? Rallyho! Rallyho jezelf. Heeft deze village iets lekkers of zo? Ah, dat hebben wij zeker. Condepetit is een van de beste mensen van het lekkere nootjes en bergen van de wereld. En ik ken alleen maar mensen die stelen ons voedsel. Dat is brutaal. Dieven zijn heel erg slechte mensen. Hier, dat gaat gelijk in, jongetje. Dat ziet er eigenlijk best wel lekker uit hier.
Ja, ik zal je die pompoen laten krijgen van 1000 Jill. Waarom heb je Jill nodig om voedsel te eten? Als je niet koopt voor je voedsel en niet betaalt, dan ben je aan het stelen. Dus je hebt het even, of niet soms? Nee, ik ben gewoon een gozer dier. Je kan me niet voor je gek houden, dief. Ik ben geen dief. Oké. That escalated quickly. Oké, dus we hebben weer een beetje de townsfolk waar je een beetje mee zou kunnen praten en waar ze over voedsel hebben. Dus ik hoef niet alles gelukkig te vertalen, want sommige die zijn niet echt belangrijk en alles. Dus je kunt wel met ze praten, maar 9 van de 10 mensen die geven nog eigenlijk nog niet eens wat. Dus, maar goed, als we hier komen hebben we hier een Moogle. En ik weet dat we hebben ATJ, maar die Moogle die vraagt Mohmed of wij dus een brief naar Susanna kunnen brengen. Nou, dat zouden wij wel kunnen doen. En als we dus zeg maar hier met deze gast praten, dan heeft hij ook allemaal verschillende potions voor ons te koop. Gelukkig hebben we die potions niet nodig, dus daar hoeven we ons eigenlijk helemaal niet druk over te maken. Waarom is er geen mist hier? Wat is mist? Wat proeft het naar? Ja, iedereen die is hier niet bekend met het mist. Dus als je je gaat vragen van waarom is er geen mist, dan vragen ze zich af, hoezo is er geen mist? Waarom is er geen mist? Nou, hier hebben we de wapenwinkel. Hier willen we zeker van alles in kunnen slaan. Dus even kijken, we willen een extra multimedia rocket hebben, want die willen we dadelijk namelijk kunnen gebruiken. Voor het Sinten. En dat is altijd heel erg handig. Mitre Fork. Laten we er eentje voor de zekerheid extra bijkopen. Mitre Arm met eentje voor de zekerheid bijkopen. Want vergeet niet, op het moment dat je dus zeg maar nieuwe dingen koopt, ze kunnen ook gebruikt worden voor het samenvoegen van anderen. En de reden waarom dat we heel erg veel geld hebben, is dankzij RWR die dus een miljonair heeft geëquipt. Ritual Hat, daar wil ik er ook 4 van hebben. Adam Fest, daar hebben we er eentje van. Magical Cloak wil ik er 3 van hebben. En dan denk ik dat we eigenlijk wel goed zitten. Dus niet vergeten dadelijk alles te equippen. Dus we hebben hier helaas geen synthese shop, dus dat is wel jammer. Dus, maar als we dus hier zeg maar verder willen gaan, dan zeggen ze van dat we niet door mogen, want dat is verboden. Ah, dat is wel vervelend eigenlijk. Ik wil eigenlijk best wel doorlopen. Goed, als we dus zeg maar naar die ATE kijken, dan hebben we Zelda en William. Wacht even, wat? Pardon? Ja, ik ga eens eventjes een mooi vrouwtje zoeken voor ons William. Ja, die jongen die wil mij... Nee, ik serieus, niemand wil William voor hem aan. Wat is wrong met deze man? Ik had een vraag, hè? Hebben jullie misschien... Ik ga niemand te betrouwen, serieus, waar hebben jullie het over? Oké. Dus ja, als we dus zeg maar hier naar boven toe gaan en we wachten eventjes op een, we praten eventjes met de Towler. Wat is het probleem, Towler? Deze twee mensen, Nee, heeft gemaakt iets, een geweldig iets, weet je wel. Wat heb je gekookt? Ik serieus, heb je dat gedaan met wat frizzel en zo'n shizzle? De berries die je mij hebt geruild waren ook geweldig. Ja, zoals ik al zei, een kleine gast als jou, wat doe je eigenlijk vandaag? Je had toch een afspraak? Hey Towler, ken je deze mensen? Hoe kon ik deze mensen kennen? Ik bedoel, dit is de eerste keer dat ik hier ben. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ik zal wel proberen te praten met sommige van deze mensen. Ik probeer te praten met sommige van deze mensen. Oké, succes, Towler. Doei! En Brian heeft honger. Dus ik heb honger. Maar je hebt net een mooie gekookte uil gegeten, of niet dan? Ja, maar dat was niet genoeg voor mij. Ik heb nog meer honger. En ik wil niet eten wat een beetje meer punch heeft, doe niet dan. Relio! Iets Mr. Pinty Head! Hé, Relio, wat heb je vandaag te kopen? Mr. Pinty Head? Punthoedje? Punthoedje? Ho eens even, hebben we hier punthoedjes? Die waren voor, die waren de oorzaak van. Nee, heel erg bedankt jullie, maar handel, die zijn altijd welkom hier. Da. Hey, wat de? Wacht! Towler, ik kom achter je aan! Punthoedjes hier. Terugkomen! Towler! Zeepie, wat gebeurt er? Ik heb geen idee, maar we moeten de Towler volgen. Ta-ta-la-ta-ta! Towler, to the rescue! Towler, waar is de Black Mage? Hij is weggerend. Huh? Waar de hel kwam hij vandaan? Serieus, is Brown... Is Brain achter ons aan of zo? Ken jij de Pinty Head? Zei jij punthoedjes? Nee, ik zie Pinty Head. Ze komen hier heel vaak van het zuidoosten van de Dorsaar om te ruilen met ons. Hun? Ik bedoel, er zijn meer van hun? En ze wonen hier dichtbij?
Zeker te weten. Maar dat gaat allemaal naar bij de zuidoosten van het bos. Ze wonen daar diep in het bos, waar uilen nog niet eens kunnen leven. Wat betekent dat nou weer? Zeepie, ik wil nu naar het zuidoosten bos. Meteen. Ja, ik wil er ook naartoe. Ik denk dat het een goed idee is. Misschien kunnen we wat trucjes vinden, wat ideeën en zo. Misschien kunnen we wat nieuw... Als het mogelijk is, kan ik misschien nieuw voedsel leren. Jij denkt ook alleen maar aan eten. Maar goed, laten we naar het zuidoosten volgens gaan. Dus, als we dus nou naar buiten toe gaan, dan kunnen we dus eindelijk hier een beetje rondhuppelen. En dan kunnen we dus zien dat hier het bos is, wat helemaal geweldig is. Maar... Het bos waar we dus naartoe moeten gaan, dat zit hier om precies te zijn... Daar. Nou zijn er daar een heleboel voorwerpen die we dus echt maar kunnen kopen. Maar als eerste wil ik heel eventjes een kijkje nemen naar onze equipment. Zoals we weten hebben we dus zeg maar een nieuw vest kunnen kopen. En die kan hij niet equippen. Maar we hebben een chainplate, die kunnen we wel equippen. Devil Killer, ik zal het nooit gebruiken. Maar ja, aangezien dat we toch zoveel mogelijk proberen te leren, wil ik dat toch wel eventjes gaan doen. Nou, je hebt nou een extra multimedia rocket. Je bent daar nog Confuse aan het leren. En dekken. Ja, wacht eventjes. Magic Armlet. Die geeft wel een enorme stat boost. Krijg jij die toch, als jij daar blij mee bent. P plus 10%. Volgens mij kan iemand anders die leren. Stat debuff. Hoeveel heb ik er daarvan? Heb ik die nog één? Nee, hè? Het is dat we die een ander nog even moeten leren. Dus nou daar ben jij goed mee bezig. Ik hou zo van deze muziek. Ik denk dat de Ritual Head een stuk beter is. Wacht eens eventjes, nou ben ik mijzelf voorbij gegaan en die kan de Ritual Head ook aan en dan kan ik counter daarmee leren. Dat is wel handig. Waar leg ik nog meer counter mee? Oh, daarmee, een MP attack. Op zich is dat wel een hele goede keuze om MP attack aan te zetten, aangezien dat ik bijna nooit mijn MP gebruik. Zou ik daar wel eventjes naar kijken. Goed, dan gaan we weer eventjes terug hier naartoe. Kun jij hier iets nieuws nog leren? Nee. Survival vest, wat is die andere eigenlijk? Die heb ik al, oké. Ability ben je daar aan het leren. Millionaire ben je aan het leren. Magic Armlet. Clear-headed. Zeker doen. Oké, voor de rest zitten we goed. En nou had ik het dus zeg maar over MP aanval. Dat is zeker een hele andere. Dus ik denk dat ik slaap even uit ga zetten. En MP aanval wil dus zeggen dat we onze MP gebruiken om dus zeg maar aan te vallen. Wat heel erg een sterke aanval kan geven. Nou, in de volgende aflevering wil ik dus eigenlijk zeg maar richting dat bos toe gaan. Dus ja, denk ik het eigenlijk te gaan laten bij deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje, vraag over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Morgen gaan we dus sowieso richting het bos waar dus zeg maar waarschijnlijk de Pinty Head zitten. En laten we eventjes deze vijand gebruiken om eventjes te kijken hoe dat de MP aanval werkt. Dus we kunnen de touwen sowieso gebruiken om eventjes een sterke Blizzara te doen. En laten we eens eventjes kijken hoeveel schade dat wij nou doen als we onze MP hebben ingeschakeld. Sowieso 722 schade van de Towler. En daar komen we aan. Poef. 1092. Gewoon een normale, niet critical aanval. En dat beest heeft ook nog eens een keer defense. Let wel op MP dat dit vreet MP. Dus ja, voor nu is het heel erg handig. Maar later als hij dicht bij zijn trans zit of zo, dan wil je wel zorgen dat hij nog wat MP overgeeft. Maar goed, met dat dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken jongens. En tot morgen. Doei!